Ik ben Felicia van Leeuwen, ik ben chronisch ziek en biseksueel, of mijn naam chronisch bi, en welkom weer bij deze video. En in deze video ga ik een soort remake maken van iets wat ik al een hele tijd geleden heb gedaan, namelijk 10 dingen die je niet tegen biseksuelen moet zeggen. Als eerste wil ik heel even zeggen dat dit een video is die bedoeld is als grapje, die ik vooral op mezelf betrek, waar ik zelf om kan lachen, wat ik soms heel irritant vind. Als je voor je hoofd gestoten wordt, sorry daarvoor, trek het je niet persoonlijk aan. Alsjeblieft, is niet nodig. Het is maar een fase. Uiteindelijk ben je gay of straight. Nee, het is niet zo als ik opeens met een man ben dat ik dan hetero ben. En als ik met een vrouw ben dat ik dan lesbisch ben en wat als ik met een non-binair persoon ben, hè? Wat dan? Wat ben ik dan? Nou, vertel het eens. Nee, het is vaak zien ze het als een soort fase en dat je toch uiteindelijk eindigt met een van de twee. En ik heb ook zo'n, wie zegt ik überhaupt met één iemand eindig? Ja, ik vind het gewoon een beetje soms te simpel of zo. Ja, I don't know. Stomme opmerking. Je bent bi voor altijd, ook als je getrouwd bent met één van alle genderidentiteiten die er zijn. Dan val je dus op mannen en vrouwen? Hier had ik het in mijn vorige video ook al over de label video, daar had ik het over. Dat mensen bi zien als mannen, vrouwen. Klaar. Er zijn meer soorten mensen. En de meeste mensen die bi zijn vallen daar ook op. Het is hetzelfde gender en andere genderidentiteiten. Ik vind het gewoon zo stom dat zoveel mensen nog in zo'n hele binaire wereld leven. Dat hele, ja, I don't know. Nee, dus. Dus, je bent bi. Wil je een trio met mij en mijn vriend? Dit is wel een enorm stereotype. En ik moet bekennen dat het een stereotype is waar ik zelf misschien wel een beetje aan voldoe. Op zich lijkt een trio me best leuk, best gezellig. Tenminste, als ik ze allebei leuk vind en mag en knap vind. Heel veel bi's hebben, zeg maar, zeker als het om seks gaat, gewoon met één persoon meer dan genoeg. Sommigen niet. Maar het is wel een heel erg stereotype dat zeker een biseksuele vrouw dol is op trio's met een ander stijl. En dat is echt wel dat je denkt, nee. Oh, hoe vaak ik die vraag ook niet heb gekregen op een dating app. Wil je een trio met mij en mijn vriend? Nee, je vriend ziet er niet uit. Dat zeg ik dan niet natuurlijk, maar ik vind het wel een dingetje hoor, dat mensen zomaar ervan uitgaan dat. Ja, want je bent bi, dus dan vind je dat leuk. Wat is het verschil dan tussen een man en een vrouw in bed? Meestal is dit het gezicht wat ik trek als ik deze vraag weer eens krijg via een dating app. First of all, how bold of you to assume dat iedere bi met een man en een vrouw seks heeft gehad. En dat, again, daar alleen maar die binair standaard erin zit. En ik, deze vraag heb ik gehad van vriendinnen, maar dan meer als een oprechte interesse. En ik heb hem vooral ook vaak gehad van cisgender, hetero mannen, die denk ik er meer op geilen dan dat ze dat echt interessant vinden. En dan heb ik zo'n, ik vraag jou toch ook niet het verschil tussen Anna en Marieke? Jesus. Seks met iedereen is anders. Het maakt niet uit of dat er iets aanhangt of niet, of er iets op zit. Ja, het is per persoon zo anders. Ja, ik vind het gewoon een hele stomme vraag. Maar je hebt toch wel een beetje een voorkeur? Natuurlijk heb ik een voorkeur in het soort mensen wat ik date. Ik date liever iemand die een beetje open-minded is en een beetje in dezelfde mode zit als ik. Niet zo binair nadenkt en niet zo makkelijk gechoqueerd is, die veel dingen gewoon, ja, prima vindt. Het is,
Maar de meeste mensen bedoelen dit natuurlijk. Heb je een voorkeur voor mannen? Heb je een voorkeur voor vrouwen? Heb je... En ik moet zeggen dat ik dat de minst irritante vraag vind ofzo, omdat het bij mij heel erg fluctueert. Ik heb een hele lange periode gehad waarin ik eigenlijk alleen maar interesse had in vrouwen, omdat ik me daar gewoon een stuk veiliger bij voelde. En vrouwen snap ik iets beter. En de laatste tijd merk ik dat het meer 50-50 geworden is. Dat het eigenlijk dat alles een beetje op hetzelfde vlak zit ofzo. Maar dat kan over een half jaar of twee jaar weer totaal anders zijn. Maar ik blijf wel gewoon biseksueel. Is dat dan niet gewoon hetzelfde als panseksueel zijn? Ook dit heb ik in de video over mijn labels al een keer verteld. Maar pan en bi zijn in mijn ogen niet hetzelfde. Ik zou er echt een keertje graag met iemand willen over praten die pan is. Misschien een discussie filmen erover, kijken hoe we daarin staan. Want voor mij is het zo anders, het gevoel dat ik ontwikkel, zeker seksuele aantrekkingskracht bijvoorbeeld, is tussen voor een man of een non-binair of een vrouw. Het is zo anders per persoon, dat ik niet zou denken, ik val op iedereen op dezelfde manier. En ik heb het idee dat dat pan is. En ik vind ook gewoon, oh, ben je dan niet gewoon, nee, stop met het verwijderen van bi als seksualiteit en als geaardheid uit, stop gewoon met het bi erasure, stop met het niet accepteren dat het er is ofzo. Met wie zie je jezelf dan later eindigen? Deze vraag kreeg ik ontzettend vaak toen ik net uit de kast was. Vooral van jongere mensen, en met wie zie je jezelf dan later? En zie je dan met een man of met een vrouw? En gaat ook weer een beetje naar die het is maar een fase of heb je een voorkeur toe. Ik vind het zelf heel lastig. Ik zie zelf een soort vraagteken in de toekomst. En wel eens met een mannelijke energie en vrouwelijke energie. Het is een beetje een combinatie. Ik weet het niet met wie ik mezelf later zie. Ik weet dat ik misschien een keertje grootste liefde wil vieren. Ik hoef niet per se te trouwen als dat niet financieel gezien beter is of zo, zeg maar. Ik zie trouwen soms wel echt als iets zakelijks meer. En daarbij kun je de liefde die je hebt voor elkaar vieren. Maar dat hoeft ook niet per se met één persoon te zijn. Dus met wie ik mezelf laat zien, ik heb eigenlijk geen idee. Hiermee wil je gewoon aandacht krijgen? Denk je, als ik echt aandacht wil, dan zou ik toch wel iets anders gaan doen? Zoals wat ik nu aan het doen ben. Ik wil aandacht, maar niet omdat ik bi ben. Ik wil aandacht omdat ik mensen meer wil leren. En misschien ook wel over bi zijn, maar daarvoor ben ik niet bi. Het is niet alsof ik daarmee dan echt heel veel meer aandacht krijg, hoor. Ik denk dat mensen eerder aandacht krijg omdat ik onzichtbaar ziek ben en dat mensen daar geen reet van snappen dan dat ik bi ben. Dit is ook weer zoiets. Maar mis je dan niet iets als je met een vrouw gaat? Dit is een vraag die ik ook al heel vaak via dating apps krijg. En dan vooral weer van cisgender, hetero mannen. Zoals ik in de vorige video uitlegde, cisgender betekent dat je je voelt zoals het geslacht dat bepaald is bij je geboorte. Mensen vragen terug, hoe bedoel je? En dan komt het toch wel neer op dat ik een piemel zou missen als ik seks zou hebben met een vrouw. En dan is van, ten eerste, niet het hele leven draait om seks. Ten tweede, er zijn best wel veel oplossingen voor tegenwoordig als je dat echt mocht missen. Er zijn echt wel dingen te koop die daar behoorlijk een goed vervangingsmiddel voor zijn. En ten derde, deze komt misschien ook een beetje terug op een aanval die ik persoonlijk voel. Dat ik vaak heb gehoord van lesbiennes dat ze niet met een biseksuele chick willen daten omdat die vaker vreemd zouden gaan, want ze missen een man. En ik kan er echt wel pissig van worden, want
Ik, ja, iets, mensen gaan er zo van uit dat je, het is een heel monogaam beeld ook weer. Dat je in je, dat één persoon, die ene persoon, moet alles hebben en alles zijn wat jij zoekt. En de kans dat die ja, ik vind dat zoiets geks. Ja. Ja, ik kan daar niet zo heel veel over. Nee, raar. Raar! Vouw jij ook je broek om? En heb je ook een neuspiercing? Oké, ik denk dat je hier niet heel veel van snapt als je zelf niet gay of queer of LGBTQIA+ bent. Maar een neusring hebben of een neuspiercing, zeker aan deze kant. Je haar in een lange bob hebben. Of zelfs een korte bob. Je broek omvouwen, of omdat je te klein bent of omdat je dat gewoon tof vindt. Wat heb je nog meer? Ja, gekleurd haar. Gekleurd haar is ook wel echt zo'n typische. Ja, dat zijn allemaal dingen die een beetje horen bij gay culture, bi culture. Niet normaal kunnen zitten. Ik zit dus heel vaak, ik zit nu op mijn bank, zit ik echt zo helemaal naar achter, zo met mijn benen opgetrokken. Ik kan gewoon niet normaal op een bank zitten. ja, dat zijn gewoon dingen die er... Op een of andere manier kom je er via bijvoorbeeld TikTok en dat soort dingen achter dat heel veel mensen die bi zijn... dat allemaal doen. En dat mensen die hetero zijn of niet in de queer community zitten het niet doen of het niet hebben. dus ik wilde deze er ook gewoon in doen. Dit is een stereotype die we op onszelf hebben geplakt. En dat, ja, dat vind ik wel grappig. Gewoon met iets leuks afsluiten. Oké, deze dingen wil ik dus niet meer van jullie horen. Als je deze video hebt gezien heb je geen excuus meer om dat soort dingen aan me te vragen. Behalve als het uit oprechte interesse is. Zo. Sorry voor, dat ging heel snel. Maar echt, sommige dingen. Wil je een trio met mij, mijn vriend? Het is een fase, dat soort dingen. Of, nou ja, sommige mensen zeggen gewoon blunt out dat biseksualiteit niet bestaat. Dat soort dingen wil ik echt niet meer horen. Zeker niet als je deze video hebt gezien. Ik kom je opzoeken en ik ga je klappen geven. Behalve als je dat leuk vindt, dan moet ik iets anders verzinnen. Om je te schaffen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En als je het niet leuk vond, doe hem dan naar beneden. Of doe helemaal niks. Dat moet je vooral lekker zelf weten. Wil je meer van deze video's zien? Druk dan op die abonneerknop. En druk dan ook gelijk op het belletje wat ernaast staat. Want dan krijg je een pushmelding en een mailtje zodra er een nieuwe video online staat. Ik zou het ook leuk vinden als je me zou volgen op mijn andere social media. Waaronder Instagram en Twitter. Vooral dat laatste ben ik de laatste tijd weer wat meer actief op. Kom dinsdag terug. Voor een nieuwe weekvlog en dan hoop ik jullie bij de volgende video weer te zien.